Goedenavond en welkom op de hybride gemeenteraad van 15 november 2021. U hebt de agenda gezien. Er zijn in grote mate drie delen. Eerst het intragemeentelijke deel met veel kerkfabrieken. Een laatste stuk zijn de intergemeentelijke samenwerking en een middenstuk. Zoals u allemaal recent in het VVSG-adviesdocument hebt kunnen lezen, is het de bedoeling dat de raadsleden hun camera laten aanstaan gedurende de hele digitale raadsvergadering als herinnering. En dit heeft ermee te maken om uw lichaamstaal te kunnen zien, wat een belangrijk onderdeel is in de communicatie. Puntje 1, de publieksvragen. Die zijn er niet vandaag. Punt 2, notulen en zittingsverslag van de vorige gemeenteraad. Kunnen we die samen goedkeuren? Die kunnen we bij deze samen goedkeuren, dank u. Punt 3 en volgende zijn de kerkfabrieken. De eerste is een goedkeuring en de ander zijn aktenames. We geven het woord aan schepen Wim Klaas. Heel kort, denk ik. Ja, wat de kerkfabriek betreft, denk ik dat er één constante is, namelijk als u die papieren gelezen heeft, dat er altijd een minder inkomsten zijn. Uiteraard door COVID en de beperkingen die er in de kerken ook gegolden hebben, of misschien nog in de toekomst zullen gelden. Zoals jullie weten, moet de gemeente geen toelage geven aan Sint-Michael in Waarloos en aan Sint-Martinus. In Waarloos heeft men die erfpachtinkomsten naar aanleiding van de verkoop of aankoop van de woning in de Ferdinand Maasstraat, die dan binnenkort een parkeerplaats of parking zal worden. En in Sint-Martinus hebben diverse eigendommen, met uiteraard ook enkele kosten dienaangaande. Dat is ook trouwens die budgetwijziging die voor ligt. Gaat ook over een wijziging qua investeringen. Ze hebben namelijk onvoorziene kosten aan enkele condensatieketels die ze moeten vervangen in appartementen van hen. En ook de renovatie van het gemeenteplein 13, een pand dat ons wel bekend is door de verhuring aan het OCMW. Nu, de gemeente dient wel een toelage te geven aan Sint-Rita en Konig Kazerne. Dat is niet anders dan anders. Beide wel binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan. In Sint-Rita budgetteert men voor 2022 een toelage van €27.000. Maar schrijft men er ook bij dat men wel hoopt dat dat minder zal zijn, zoals het ook de voorbije jaren telkens minder was dan gebudgeteerd. In Konig Kazerne is dat €5.454. Ik denk dat er niet veel meer over de kerkfabrieken te vertellen valt. Wenst er iemand het woord over een van de kerkfabrieken? Ja, meneer Joost. Ja, niet over de cijfers of de rekeningen, maar een vraagje in de marge. Er is een parochiekerkenplan, dat is opgemaakt in 2017. En dat is opgedeeld in twee fases, de eerste 5 jaar en dan de eerste 15 jaar. En in 2022 en die eerste 5 jaar verstreken. Hè. De vraag is natuurlijk, ja, zijn er opnieuw gesprekken in die zin? En zo ja, wordt de gewoonte die we vroeger hebben gehanteerd om daar toch mensen van de gemeenteraad in de brede zin bij toe te laten, terug opgepikt? Of hoe verloopt het traject richting 2022? Ja, het loopt zoals u zegt zeker tot eind 2022. Hè. Dus tot eind 2022 ligt het zeker vast. Of we dan de gesprekken moeten aanknopen, ik denk dat we dat eens moeten bekijken. Ik weet ook niet in hoeverre dat alleen. Ondertussen zitten we natuurlijk al zoveel jaar verder. Zit er ook in heel de vrijwilligerswerking, is er ook wel een beweging bezig. Maar in hoeverre dat zij voorstellen hebben, in hoeverre dat gesprek moeten opnemen, ik denk dat dat een goede suggestie is om eens te bekijken. Ik denk dat collega Klaas dat is met Centraal Kerkbestuur moet opnemen van in hoeverre dat zij, hoe zij dat zien, willen ze die ronde terug starten. Maar we hebben natuurlijk wel een goedgekeurd kerkenplan, als ik me niet vergis, tot 32. Maar inderdaad, vanaf 23 zal het kunnen wijzigen. Is dat aan de orde? Is dat niet aan de orde? Hoe pakken we dat aan? Allee, ik denk dat we dat in overleg is. Allee, dat een vraag is die we kunnen stellen. Misschien zijn ze ook vragen aan de partij, misschien niet. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Wim. Ik zal je dat ook eens met hem bespreken, wat dat zij, of hoe dat zij dat nu zien, de verdere aanpak daaromtrent. Wenst er nog iemand het woord? Ja, Walter. Ja, ik kan misschien nu op dit ogenblik zeggen hoe wij gaan stemmen.
Er moet... Ja, ik weet niet of dat u gaat vragen om te stemmen als er enkele akten moet genomen worden. Want gewoonlijk doen we dat dan. Hè? Dan zal ik maar zeggen, als het op punt 9, dat gaat dus over het budget 2022 Sint-Rita, zouden wij ons onthouden. En wat betreft punt 3, het meerjarenplan van Waarloos, Sint-Michael, dat zullen wij goedkeuren. Ja, en die anderen, dat zijn dus allemaal aktenames, hè. Ja, tot daar de wijze waarop wij zullen stemmen. Dank u, Walter. En de redenen daarvoor, ja, die zijn al veel langer gekend. Hè. Moet ik niet herhalen. Dus als ik dan één voor één de vergaderpunten afgaan, punt 3, de goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabriek in Waarloos, Heilige Michael. Iedereen stemt ja, begrijp ik, ook Vlaams Belang. Dat is een unanieme goedkeuring. Dank u. Vlaams Belang had twijfels over anderen, maar dat zijn aktenames. Dus mag ik ineens zeggen dat we allemaal samen akten nemen van punt 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Dat we akten nemen van die 9 agendapunten. Dat is bij deze ook Vlaams Belang. Wij nemen akten van die agendapunten. Dank u. En inderdaad, Walter, uw opmerking staat in het zittingsverslag. Hè. Zo weet iedereen wat uw standpunt erover is. Zijn we bij punt 10 aangekomen op de gemeenteraadcommissie waar er geen vragen over betreft goedkeuring voor de periode 2022-2025 van het aanbestedingsdossier en raming voor de uitvoering van onderhoudswerken aan gemeentewegen. Het huidige contract loopt ten einde eind dit jaar. Dit kunnen we samen goedkeuren. Of heeft er nog iemand vragen over? Ja, Mark? Ja, wij willen dat wel goedkeuren, maar het zou goed zijn dat het ook goed opgevolgd wordt. We hebben een indruk dat het niet altijd volgens de beste normen wordt allemaal vervuld. En wij verwijzen daarvoor naar de reparaties die gebeurd zijn in de Hofstraat, die nogal eigenaardig waren. Dus ik zou zeggen, wij keuren het inhoudelijk goed, maar wij willen ook dat het heel goed opgevolgd wordt. Wenst Schepen-Wevers er nog iets aan toe te voegen of is dat genoteerd, deze opmerking? Ja, ja.
Oké. Als er geen andere... Ah, Walter Klaas. Ja, er is iets mij opgevallen. De werken, of de, ja, de raming der werken over die verschillende jaren heen is dus 440.642 euro. Ik vraag me af hoe dat zo'n raming kan gemaakt worden, omdat onderhoudswerken per definitie toch afhankelijk is min of meer van toevalligheden. Is het zo dat het een juridische verplichting is om dat de gemeente dus telkens een raming zou maken van de kosten? Dan is mij ook opgevallen dus dat er in het bestek staat dat de aannemer geen exclusiviteitsrecht bezit. En dat wil dus zeggen dat de gemeente nog altijd een andere aannemer kan zoeken voor bepaalde opdrachten. Ja. Dus mijn vraag is dan in de eerste plaats waarom een raming wordt gemaakt en hoe dat kan in een dossier zoals dit, waarbij dus de kost afhankelijk is van toevalligheden, onder andere. Willem, zeg maar als je het antwoord weet. Dank u, Schepen-Wevers. Dan kunnen we dit punt gaan stemmen en ik ga ervan uit. We nemen de opmerkingen mee dat dit een unanieme goedkeuring is, ook van de hele Raad. Dank u, collega's. Punt 11. Ter stemming ligt een goedkeuring aan een samenwerkingsovereenkomst tussen Kontig en Pietpa voor de satellietstraatjes Keizershoek en Pierstraat. Schepen-Wevers.
Wenst er nog iemand het woord? Of wenst er iemand het woord? Kunnen we dit ook dan samen unaniem goedkeuren, beste collega's? Oké, dank u voor goedkeuring van 10.11 van de gemeenteraad. Punt 12 van deze raad betreft een goedkeuring van het onderhavig bestek voor de opdracht heraanleg speelterreinen gemeentepark. Waar dat er op de commissie nog 4 aanbieders zijn, zijn er ondertussen, zoals gezegd, er nog 4 bijgekomen. Schepen Wevers. Meneer Filet. Ja, inderdaad. Ik wil de schepen er ook voor bedanken en de mensen die ervoor gezorgd hebben. We hebben dat punt inderdaad gemaakt. Naast het punt om toch gezien de omgeving, de parkomgeving, aangepaste materialen te gebruiken en ook aangepaste speelaanleidingen. Maar het punt voor de toegankelijkheid is voor ons het voornaamste punt. En dat is textueel uitgebreid naar minimum 1 toestel dat aangepast is voor een persoon met een handicap. Oké, we zijn blij met die aanpassing in die tekst. Bedankt daarvoor. Een mooie samenwerking tussen commissie en de gemeenteraad, zoals die dan wordt opgevolgd. Geen andere vragen, ga ik vanuit. Dan denk ik dat we ook dit punt unaniem kunnen goedkeuren samen. Dank u wel, collega's. Punt 13 betreft goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Kontig en kringwinkel opnieuw en Co. Schepen van Elsocht. Ja, in navolging van hetgeen dat we eerder dit jaar al hebben goedgekeurd, want zoals jullie zich herinneren, was er een overeenkomst in 2015 voor 5 jaar. Maar ergens in die jaartallen was iets misgelopen, zodanig dat we dit jaar eigenlijk geen samenwerkingsovereenkomst hadden. Dat is opgelost enkele maanden geleden. Dus nu, hetgeen dat hier nu voor ligt, is de vernieuwing van dat contract met opnieuw en Co. vanaf 1 januari. En die start nog altijd aan de 2 euro, maar die wordt geïndexeerd vanaf nu jaarlijks. En om te beletten dat zich nog in de toekomst zulke dingen kunnen voordoen, is er ook een contract dat eigenlijk na 5 jaar stilzwijgend jaarlijks verlengd wordt en opzegbaar. Dus er is daar geen probleem, maar dan kunnen we dat ook niet meer vergeten dat er eigenlijk iets zou moeten opnieuw aangepast worden aan die samenwerking. Niemand hoeft het woord nog, denk ik. Dan kunnen we dit ook, als dat mag, opnieuw ter unanieme goedkeuring voorstellen. Niet waar, collega's? Dank u voor dit ook samen goedgekeurd te hebben. Komen we bij de intergemeentelijke buitengewone algemene vergaderingen die binnenkort gaan gebeuren. Steeds agenda en vertegenwoordiger. Dus de eerste is Fluvius. Wenst er iemand het woord over of kunnen we dat ter stemming brengen? Ja. Erik van den Einde, ja. Ja, ik heb dat puntje eens naar boven gehaald in de vorige keer van de capaciteitstarief. Daar staat dat terug in. Dat toen proberen uit te leggen. Van kilowatt en kilowattuur. Die ging over gecommuniceerd worden naar de mensen. En ondertussen zijn we al november. In juli 2022 gaat het invoegen, maar er is nog altijd niet over gecommuniceerd. Ik denk dat niemand er al iets van gehoord heeft. De vorige keer al is gezegd, dat lukt. Met Willem er iets over? Op de lichtscherm. Welk?
kunnen we dat ze... Willem, als u het woord wil. Ja, want laat het er nu alles voor ligt, de mensen gaan gewoon een maandloon meer energie betalen, hè, in de volgende, het volgende jaar. Hè. Dat is een kleine berekening gemaakt. Het is echt, pakt gewoon elektriciteit, 4500 kilowatt. Dat gaat naar 2300 euro op jaarbasis. Gas, ook 2000 euro. Dat is, en als ze dan met een capaciteitstarief afkomen, waar de mensen niet weten waarover gaat, ja, dan gaan ze nog eens een keer extra betalen aan transport, distributie, BTW op BTW, want daar zijn ze ook specialisten in. Dus allee, dat was dringend, dringend dat ze de mensen moeten informeren wat een energie gaat kosten. Nee, want er worden op het moment beslissingen genomen. Warmtenetten willen ze invoeren. WKK's, de subsidiering, dat schaffen ze af. Gascentrales gaan ze subsidies voor geven. Op de deur, allez, wie ziet de boom nog in het bos staan? Ik heb er geen meer en we zijn er dagelijks mee bezig. Dank u wel. Er zijn geen andere opmerkingen meer, denk ik. We kennen het typische stemgedrag van Vlaams Belang uiteraard. Maar ik denk dat we steeds per fractie gaan stemmen dan best, hè? Per punt. Dus fractie CD&V. Ja. Fractie Dorpslijst Sander. Ja. Fractie Vlaams Belang. Onthouden. Fractie N-VA. Ja. Fractie Open VLD. Ja. Dank u. Punt 15 betreft de algemene vergadering van IK, 14 december, met vertegenwoordiger Wim Klaas. Meneer Filet. Ja, we gaan dat uiteraard goedkeuren. Nu heb ik dat beleidsplan van IKA gelezen en als je dat nu wilt samenvatten in één zin, dan is dat we doen verder zoals we bezig waren. Hè. Dus in die zin denk ik toch dat er... toch iets assertiever naar de veranderende omgeving moet gekeken worden. We zitten volledig in een energietransitieomgeving, in een klimaattransitieomgeving. Dat zijn toch dingen, als je de grootste aandeelhouder bent van de publieke gassector in dit land en van de publieke elektriciteitssector van dit land, dan denk ik toch dat je daar wat accurater moet naar kijken. En bijvoorbeeld heel de omslag... Ik vraag eigenlijk aan onze vertegenwoordigers om dan aan IKA te verzoeken om toch een plan te maken, of minstens een strategische visie, van hoe dat de komende jaren heel die omslag zal gemaakt worden van koolstofgebaseerde energie. Dat is alle gas, civiel gas, waar ze hoofd de grootste aandeelhouder van zijn, nota bene met IKA, hè, om daar de omslag te maken richting andere energievormen. Ik neem aan in hun geval dat het vooral publiciteit, de elektriciteitssector, zal zijn, zonder dat de gemeentelijke inkomsten, want dat staat toch overal in die beleidsteksten in, dat ze de gemeentelijke inkomsten wensen op peil te houden, zonder dat ze die doelstelling moeten loslaten. Allee, volgens mij is dat een huzarenstukje waar ze voor staan. Hè. Dus ik wens daar eigenlijk de nodige oefeningen rond te zien en om te landen bij een intelligente strategie om dat ook waar te maken. Ik denk dat dat dringend wordt, eigenlijk. En dan het tweede punt is toch een vraag
om ook eens te kijken. ICA heeft een interessante activiteit ontwikkeld in de hernieuwbare energiesector. Dat zijn vooral windmolenprojecten. Her en der in de regio, in het land eigenlijk. Vanaf 1 januari wordt het decreet op de energiegemeenschappen van toepassing. De eerste stap is dat appartementsbewoners samen een zonnepanelen-installatie op hun dak onderling de boni daarvan kunnen verdelen met elkaar. Dat was tot nu toe niet zo. Hè. Dat zal in de loop van het jaar nog versnellen, maar in de tweede fase, medio het jaar, richting energie delen en vanaf 2023 effectieve energiegemeenschappen. Ik denk toch dat minstens als financierder, maar misschien ook als inspirator, ICA een rol kan spelen, ook op wat daarvoor gebeurt in Kontich. Hè. Herinner u dat onze voormalige vertegenwoordiger, IVK, eigenlijk het idee van het energiedelen met je buren heeft gelanceerd in dit land. Hè. Dus dat zijn toch dingen die we als Kontich, denk ik, hoog moeten houden en ook moeten waarmaken op ons eigen grondgebied. En ik denk dat ICA daar een actieve rol kan inspelen. Dat waren alle tussenkomsten, denk ik. Meneer Klaas, Walter Klaas. Ja, ik wou toch nog iets zeggen in verband met de activiteiten wat betreft transport van gas. Het is nu ook zo, denk ik, als ik me niet vergis, dat wij nu ook geïnteresseerd zijn in transporten, gastransporten op een ander continent. En ik denk dat wij ons daar vragen moeten bijstellen. En dat daar misschien op die algemene vergaderingen ook iets kan over gezegd worden. Wij zullen ons dus op dit punt ook onthouden. En ik wou nog even zeggen over het vorige punt. Wij waren natuurlijk van plan om ons te onthouden, maar hetgeen dus collega Erik heeft gezegd, is nog een argument meer om dat niet goedkeuren en dus te onthouden. Dan kunnen we gaan stemmen voor dit punt met de opmerkingen meegenomen te hebben. Fractie CD&V. Ja. Fractie Sander. Ja. Fractie Vlaams Belang. Onthouding. Fractie N-VA. Ja. Fractie Open VLD. Ja. Dank u, collega's. Punt 16 betreft PITPA, buitengewone algemene vergadering van 17 december met vertegenwoordiger Mia Wouters. Wilt er iemand het woord hierover? Niemand hoeft het woord. Dan kunnen we gaan stemmen. Fractie CD&V. Ja. Fractie Dorpslijst Sander. Ja. Fractie Vlaams Belang. Onthouding. Fractie N-VA. Ja. Fractie Open VLD. Ja. Dank u wel. Punt 17 betreft buitengewone algemene vergadering van IGIAN Dienstverlening. Schepen van Baden is daar gepland als vertegenwoordiger. Ik denk dat ik dat ben. Ik denk dat Cindy in de raad van bestuur zit en dat voor de algemene vergadering dat ik aangeduid ben. Voilà. Of het zou moeten zijn dat dat kortelings veranderd is. Nee, dat klopt. Wenst er iemand het woord hierover? Ah, goed. Marian de Naaier.
Bedankt. Ik ga dat uiteraard opnemen, maar ik kan u ook melden dat we dus eigenlijk ook in de toekomstige jaren dat wij dus meer en meer gaan inzetten qua klimaat en dat daar de renovatiecoaches dat die dus ook meer en meer gaan tevoorschijn komen en projecten die dat eventuele ingrepen zouden kunnen doen op het pad zetten. Dus dat gaat zeer laagdrempelig zijn. Die gaan dus in bepaalde wijken eigenlijk dat gaan doen. Dus ik hoop dat iedereen eigenlijk daar zoveel mogelijk van gaat gebruikmaken. Maar ik zal ook eigenlijk vragen aan Ingeanne of dat zij op dit moment eigenlijk daar ook iets soortgelijks in de planning hebben met betrekking tot het energiek huis. Bedankt voor de vraag. Dank u, Marianne, voor uw vraag. Zijn er nog opmerkingen hier? Dan kunnen we gaan stemmen. Fractie CD&V. Ja. Fractie Dorpslijst Sander. Ja. Fractie Vlaams Belang. Onthouding. Fractie N-VA. Ja. Fractie Open VLD. Ja. Dank u, collega's. Punt 18 betreft die andere IGEAN. IGEAN Milieu en Veiligheid, buitengewone algemene vergadering woensdag 22 december. Karel van Essocht gaat ons daar in principe vertegenwoordigen. Zijn er daar vragen over, meneer Filet? Tja, het is meer een algemene bezorgdheid dan een specifiek punt of specifieke vraag voor de algemene vergadering, uiteraard. Daarvoor is iets specifiek. Maar begin deze maand is Kondig opnieuw getroffen door een onderbreking van de afvalophaling gedurende de eerste week van de maand. Zonder compensatie of zonder herstelbeweging was het. Nu, het was gezien bij de meeste of bijna alle gemeentes zonder herstelophaling. Hoewel bij de vorige onderbreking uitdrukkelijk gezegd is en beloofd is van ja, we waren een keer de laatste in de rij, maar de volgende keer zullen wij een keer wel de eerste zijn. Goed, blijkbaar zijn we nu, zoals heel de groep, zonder compensatie of zonder herstelophaling gevallen. Maar de vraag die daaronder schuilt is natuurlijk van ja, welk initiatief neemt IGEAN om gewapend te zijn tegen dergelijke vormen van onverwachte gebeurtenissen. Hè? Want men zwaait dan altijd als overmacht, als heerkracht. Vorige keer was dat door een staking, nu is het door COVID. Maar ja, je kunt dat niet zeggen. Je kunt niet om de zoveel keer zeggen, ja, dat is elke keer heerkracht. Je moet zoeken naar een oplossing om je dienstverlening te continueren als overheid. Hè? En ik weet die oplossing niet, maar misschien moet daar samengewerkt worden met naburige gelijkaardige intercommunaals. Misschien moet er een contract aan afgestoten worden, zoals wij doen met hersens of met iemand anders, voor onze publieke ruimte in orde te houden. Ik ga het niet zeggen wat ze moeten doen, maar ik vraag toch wel dat ze dringend nadenken over een buffercapaciteit, zodanig dat ook onvoorziene omstandigheden niet moeten leiden tot problemen bij het ophalen van huisvuil of andere afval. Onderdelen. Ik wou ook vragen, en dat is ter gelegenheid van halverwege de legislatuur. We zijn 3 jaar verder. We weten dat we een vertegenwoordiger hebben in de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid, die 30 kilometer van hier woont. Ik heb altijd een heel rare constructie, een heel rare keuze gevonden, dat weten jullie. Maar ik zou hem nu, naar aanleiding van de halve legislatuurperiode, toch willen vragen van eens op te lijsten welke vragen en interventies zijn gedaan heeft de Raad van Bestuur met betrekking tot Kontig gedurende de eerste 3 jaar van de legislatuur. Dat antwoord verwacht ik in mijn mailbox. Mark van den Branden. Ja, mag ik toch even aansluiten bij die eerste vraag van Joost? Inderdaad, de communicatie rond het niet ophalen van het huisvuil, de 3 november was dat, als ik me niet vergis, heeft heel wat kwaad bloed gezet. En ik zie dat men vanuit de gemeente daar pogingen heeft gedaan om daar rond te communiceren, gelukkig. Maar ja, desalniettemin zijn er veel zakken blijven staan. Ik vroeg me af of dat er naar aanleiding daarvan eventueel ook gasboetes zijn uitgeschreven, want uiteindelijk is dat een van de mogelijkheden die daarin zitten. Hè? Maar hoe hebben jullie zelf de communicatie als dusdanig geëvalueerd? Wat gaan jullie daar zelf aan doen? Dus niet alleen IGEAN, maar wat doen we vanuit de gemeente? En dan nog,
als Hygiëne het niet kan, niet meer een herstelophaling kan doen, kan de gemeente dan niets doen? Dat is soms ook de vraag van de mensen in de straat. Ja, het is natuurlijk... iedereen is daar een beetje mee bezig natuurlijk. Het is altijd een zwaar probleem als er een ophaling... dat er geen ophaling gebeurt. Nu, ik moet zeggen eigenlijk, dat was dus de 3 november. Dus 2 november in de namiddag zijn wij gecontacteerd door Hygiëne, die dat op dat moment eigenlijk ons mededeelde. Sorry, we hebben alles gedaan wat we konden eigenlijk om toch een ophaalronde te maken. En we kunnen zelfs geen inhaalronde maken. De reden was dat ze gewoon geen chauffeurs hadden. Nu, geen chauffeurs was niet het feit dat die er niet zijn, maar dat was gewoon met corona, dat die oftewel in quarantaine zaten of zelf ziek waren. Nu, ze hebben dan ook nog eigenlijk de contacten gelegd met Remondis en met Suez om eventueel aan hen te vragen of dat zij konden depaneren, maar dat ging ook niet, om dezelfde redenen. Er waren gewoon nergens geen chauffeurs die dat het mogelijk maakten om de camions die dat er zijn, van die dus te laten vertrekken. Nu, het was natuurlijk lastig dat dat juist, laat ons zeggen, de 2e in de namiddag, ik denk om 4 uur was dat. Nu, wat kunnen wij dan nog doen? Wij kunnen via Hoppler en via Facebook en via alle mogelijke kanalen informeren. Wij kunnen op dat moment natuurlijk niet meer bij de mensen thuis gaan, overal gaan bellen en zeggen, ja, sorry, het zal morgen niks worden en het zal ook niet gecompenseerd worden. Dat is moeilijk, die boodschap. Maar er zijn volgens mij ook geen gasboetes geschreven daarvoor. Dat is echt eigenlijk airkracht. Die mensen, ja, die zijn niet geïnformeerd. Degenen die dat digitaal niet die connecties hebben, ja, die wisten dat niet. Die hebben dan gebeld, et cetera. Ja, dat zou niet mogen zijn, ik weet dat. Maar ik denk als ze dus inderdaad... Ik vind dit wel erger. De impact is groter natuurlijk, als ook blijkt dat de vrienden die dat in de buurt liggen, zoals Remondis en Suez, als die dan ook niet kunnen inspringen, dan heb je natuurlijk niet veel als ophaler andere mogelijkheden. En dan moet je dat ondergaan. En ook als gemeentebestuur moet je dat dan ondergaan. Dan moet je proberen, als je dan gecontacteerd wordt, voor die mensen eigenlijk daarvan zo goed mogelijk op de hoogte te brengen. Ik heb ook sommige mailtjes gekregen. Alleen na een week ben ik curieus eigenlijk of dat ze nu gaan ophalen. Ze hadden toen ook beloofd dat ze dus met 2 camions zouden komen eigenlijk. Het is uiteraard op dat moment afval van 2 weken. Zo dus op die manier. Ik heb daarna geen klachten gekregen van mensen die zeiden, nee, het is hier blijven staan. Zo dus ik denk dat ze inderdaad eigenlijk die week daarna hun werk goed gedaan hebben en al de mogelijkheden hebben gedaan om al het huisvuil mee te nemen. Maar, dinsdag om 4 uur, er zijn niet veel mogelijkheden dan en meer, hè. Voor ik het woord aan de burgemeester geef, inderdaad, ik heb die Hoppler-bericht gehad en voor mij was dat alleszins, ja, niet iedereen, ja, maar ik zou misschien ook denken, ja, goede buurtwerking, u kan het aan uw buren gaan zeggen. Hè. Bij andere zaken is er zoiets als mantelzorger of een goede buur, dus goede buurtwerking en mag ook altijd wel zijn. Dacht moet niet altijd direct te zuur zijn. De wereld is niet altijd perfect, maar als ik hoor dat de schepen toch de burige gemeente heeft gezocht, denk ik dat we, ja, soms hebben een keer tegenslag. En dat mag geen 3 weken aan elkaar zijn, maar soms is dat nu eenmaal zo, burgemeester. De vraag van de Mark om Karel aan te vullen. Ik heb inderdaad aan de mensen die handhaving doen gevraagd om niet op te treden nu voor vuilnis dat nog eens blijven buiten staan. In principe moeten mensen dat dan terug binnenzetten. Maar natuurlijk, als mensen al 1 niet op de hoogte zijn en je blijft zelf als overheid / uw partner in gebreken, is het heel moeilijk om dan te zeggen, we gaan erop handhaven. Dus we hebben dat in principe... De vraag is geweest om dat niet te doen. Ik denk niet dat er gasboetes gegeven zijn. Moest dat wel zo zijn, dan zullen we dat zeker bekijken. Maar in principe zullen die er... zoals Karel zegt, zeker niet zijn. Marjan, zet je uw handje nog uit van de vorige? Dan kunnen we dit punt gaan stemmen. Het gaat dus over de buitengewone algemene... Is het toch een vraag?
Oké. Okay. Ja, dat stond van vorige keer nog op, maar goed, het telt. Schepen Abrams heeft nog een goed voorstel. Misschien binnenkort op die grote schermen. Die grote schermen, dat moet iedereen dat zien in heel Conte, in heel de omgeving. Maar ik kan daar nog op aan... Nee. Nu, je moet ook rekenen dat de dag dat dat dus eigenlijk is medegedeeld, dat was 2 november... Het gemeentehuis was ook gesloten. Hè. Dus het was op dat moment zelfs ook nog mogelijk om de diensten te bereiken. En zoveel mogelijk dan nog, als we dan iemand bereikten, dan toch nog die berichten te kunnen versturen. Maar het is nog altijd anders dan wanneer dat het normale werkdag is, dat je gewoon ook de dienst communicatie en zo nog extra kunt inschakelen om zulke boodschappen op die schermen te zetten. Maar dat was op die dag ook niet echt mogelijk. Waarvoor onze excuses natuurlijk dat het tussendoor verlof is. Dan dank u, Schepen Nelsert, voor uw excuses. En dat is netjes. Voilà. Dan kunnen we dit punt van de buitengewone algemene vergadering gaan ter stemming leggen. Fractie CD&V. Ja. Fractie Dorpslijst Sander. Ja. Fractie Vlaams Belang. Onthouding. Fractie N-VA. Ja. Fractie Open VLD. Ja. Dank u, collega's. Zijn we aangekomen bij punt 19, de buitengewone algemene vergadering van Pontens van 16 december. En je hebt nog een e-mailtje in uw bus gekregen vandaag omwille van dit punt. Of nog een korte toelichting? Heeft er iemand een vraag over nog? Geen vraag, dan kunnen we dat ter stemming brengen. CD&V. Ja. Dorpslijst Sander. Ja. Vlaams Belang. Onthouding. N-VA. Ja. VLD. Ja. Dank u, collega's. Zijn we bij de mondelinge vragen toegekomen? Heeft er iemand een mondelinge vraag? Meneer Fillet, ja. En mezelf. Vraag 2, voorzitter. Thuis, ik niet. Doet u maar, ja. Dus de eerste heb ik daar juist eigenlijk van het punt van IKA eigenlijk al aangegeven. De vraag is eigenlijk, het nieuwe decreet omtrent de energiegemeenschappen heeft uiteraard ook impact voor Contig. Eerste fase vanaf januari, dat is toch binnenkort eigenlijk, geeft de mogelijkheid aan appartementsbewoners om ook daar bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te leggen en de opbrengst daarvan onder de bewoners te verdelen. Hè. Is dat een aanleiding voor deze gemeente om daar informatie rond te verspreiden, om actief die initiatieven aan te moedigen, op welke manier dan ook? Dat is mijn eerste vraag. Een andere vraag is van een volledig andere orde. Ik ben gecontacteerd deze week via mail door een inwoner. Wij werken in de gemeente per afspraak. Ik weet niet of er al een evaluatie is voor gebeurd, maar deze was in elk geval toch merkwaardig. Een inwoner die op 10 november een afspraak vraagt bij de gemeente, uiteraard om een dienst van de gemeente te kunnen benutten, en die als antwoord een afspraak krijgt op 23 november, 13 dagen later. En die zegt, ja, maar allee, je kan geen 13 dagen wachten op die dienstverlening, maar mijn eerste afspraak is pas binnen 13 dagen. En hij vraagt aan mij, ja, is dat de normale werkwijze? Nee, dat kan onmogelijk de normale werkwijze zijn. Maar wat is er gebeurd en hoe bekijken we dat? Hoe kan het eigenlijk beter? Is dat een eenmalige uitzondering of krijgen jullie nog van die vragen?
Hoe zit het eigenlijk in elkaar? Marleen van den Einde misschien? Hij schudt nee met zijn lichaamstaal, meneer Fillet. Hij weet het niet. Nee, hij heeft mij niet verteld waarvoor de afspraak was. Ik heb er ook geen zaken mee. Ja, Marleen, laat je mij iets weten, dat ik die persoon in kwestie ook iets kan laten weten dan. Huh? Ja, dank je wel. Ja, maar kunnen we even laten weten? Ik zal u in contact brengen, want ik weet het zelf niet. Burgemeester wilde ook nog even tussenkomen. Allee, ik denk algemeen gezien dat het absoluut niet de norm is en niet de dienstverlening waar we voor staan. En ik denk dat het ook in de meeste diensten, of dat het in alle diensten niet zo is dat je zo lang moet wachten. Hè. Dus we hebben inderdaad, ik vermoed, dezelfde melding gekregen van die persoon. Ik heb ook nog een andere melding gekregen. En inderdaad, is zoals collega Van den Einde zegt, dat er door ziekte op de dienst burgerzaken een tijdelijk capaciteitsprobleem is. Dat we vandaag ook op het college hebben besproken en allee, ik denk dat de communicatie, dat er eigenlijk een communicatiefout zat, die naar de burger is gebeurd, dat in eerste instantie is gezegd dat er door verlofplanning dat mensen zo lang moesten wachten, terwijl dat helemaal zo niet het geval is. Het is niet door verlofplanning, maar wel door ziekten en afwezigheden, dat de diensten proberen even bij te schakelen en dat inderdaad in eerste instantie de afsprakentermijn langer was. Maar dat daar ook onmiddellijk wordt bijverteld als er over dringende zaken gaan. Dat is natuurlijk, je kan iets komen vragen dat soms wel een week kan wachten, maar een aantal andere dingen, zoals je een reispas moet hebben of je moet een identiteitskaart hebben, die vervalt en je hebt dan nodig om bepaalde documenten te ondertekenen, dat we daar sneller in schakelen, dat mensen niet zo lang moeten wachten. Hè. Dus we hebben dat vandaag ook met de diensten opgenomen. En in principe moet die communicatie correct gebeuren, maar ik weet dat er ook daar een communicatiefout is gebeurd, gekoppeld met een tijdelijke capaciteitsprobleem door ziekte op de dienst. Maar zoals collega Van den Einde zegt, is vandaag op het college ook besproken. En ik denk dat het rechtgezet wordt. Maar het is op algemeen zeker niet de dienstverlening waar we voor staan. In principe denk ik dat het probleem is. En ik denk dat we het geval ook hebben binnengekregen. Is dat niet zo? Dan moeten we dat ook nog die mensen verwittigen. Ja, ik ben in eerste instantie tevreden dat u het probleem kent en al besproken hebt op het college vandaag. Langs de andere kant, het zou niet mogen hè, dat je het pas te weten komt van een burger zelf of van twee klachten van twee burgers. Allee, als de diensten 3-4 dagen tijdsachterstand oplopen, zouden we het eigenlijk al moeten weten. Hè? Allee, dan moet er bijgestoken worden, dan moet er ingegrepen worden. En als zij dat zelf niet geregeld krijgen, dan moeten jij dat doen. Of dan moeten jullie dat doen. Hè? Allee, maar dat je een achterstand van 13 dagen via een burger moet weten komen, allee, gelukkig niet van mij, maar dan... Allee, ik denk dat daar toch ook iets moet aan gebeuren. Dat is exact de boodschap die we tegen een teammanager hebben gegeven, dat niet kan. Maar we zullen uw bezorgdheid nog eens extra overnemen, secretaris. Ik denk dat u dat kan opnemen. Maar dat is exact de bezorgdheid die we vandaag in het college hadden. Het is jammer dat dat gebeurt. Dat gebeurt is één. Tweede, we het dan achteraf pas horen, is helemaal erg. Maar dat we dat proactief toch iets kunnen aan doen. Maar ik ben er zeker van dat de algemeen directeur dat zal opnemen. Dat zijn zo van die eenmalige dingen, maar misschien is het wel eens nuttig van daar is een evaluatie van te maken van wat is nu de gemiddelde wachttermijn voor een afspraak op heel die van die periode.
Dat klopt. Er zijn de dingen die zijn ingesteld van zoveel dagen maximum. Dat hangt ook van het product af. Hè. Is het van de omgeving? Is het van de, voor een paspoort? Is het voor een reispas? Maar er zijn minimum maximum termijnen. Ja. Dat klopt. Maar ik ken die niet van buiten. Hè. Allee. Maar dat wordt ook opgevolgd door de teammanagers en dat wordt er ook op gerapporteerd. Dus alleen in principe zou dat moeten lopen, maar uw vraag is helemaal terecht. Dat wordt ook opgevolgd en ook geëvalueerd. Hè. Hoe heet het ook weer? De autocontrolefunctie? Of de auto... Dat waren uw mondelinge vragen, meneer Flet. Ja. Dan is er nog de mondelinge vraag van mezelf. Is eigenlijk eerder een dankwoord. Ik zal er een mondelinge vraag van maken. Het gaat eigenlijk over de mensen in het gebied van milieu en veiligheid, namelijk van het containerpark. Ik ben ongelooflijk positief onder de indruk van die mensen. Hoe vriendelijk die zijn, hoe dankbaar, hoe beleefd die zijn, hoe verdraagzaam die zijn. Die mensen eigenlijk vind ik een voorbeeld voor de maatschappij, voor vele geledingen. Dus om de vraag er dan van te maken, ik zou die mensen willen vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks ervoor gezorgd hebben dat die mensen zo ja, goed en fantastisch hun job doen, die wil ik graag bedanken. Dus kan u daar mijn dankwoordje aan overbrengen. Want ik vind dat echt uitzonderlijk. Gewoonlijk zaagten op gemeentediensten. Maar die zijn een voorbeeld, vind ik, voor onze maatschappij. Dus dat kan niet genoeg. En dat vindt mijn vrouw ook trouwens. Hè. Dat is mijn... Waarschijnlijk is zij degene die naar het containerpark moet. We zijn al samen ook geweest. Maar in ieder geval, samen in ieder geval, Peter, ik zal die boodschap overbrengen. Dat was de laatste mondelinge vraag. En daarbij is deze vergadering gesloten. Open ik de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 november. Eerste punt. Zijn er opmerkingen over de notulen en zittingsverslag van vorige keer? Ik denk het niet, dus keuren we die samen goed. Punt 2, IGAM dienstverlening, algemene buitengewone vergadering. Ik ga ervan uit dat we hetzelfde stemgedrag hebben als de vorige raad. Dat wil zeggen, iedereen stemt voor, behalve Vlaams Belang, die zich onthoudt. Niet waar? Ja, dat kunnen we zo noteren. Punt 3, hetzelfde is de IGAM Milieu en Veiligheid, buitengewone algemene vergadering. Ook daar was Vlaams Belang onthouding en de rest was goed, dus positief, ja, goedgekeurd. En dan zijn we ineens bij de mondelinge vragen aangekomen. Zijn er mondelinge vragen? Ik zie er geen. Dan sluit ik bij deze tweede vergadering. En is dit ook het einde van het openbare gedeelte van vandaag. Dank u mensen, ook thuis op u.